Goedenavond allemaal. Goedenavond. Zo'n 1,5 jaar geleden begonnen wij als commissie Landelijke Actie met brainstormen voor het nieuwe actiedoel. Nou, dat is best wel lastig, want je hebt ongeveer 100 doelen waar je uit kan kiezen. Maar we zijn eruit gekomen, het werd het LCJ en Gevangenenzorg Nederland. Als commissie hoop je dan maar dat de actie ook werkelijk een succes gaat worden. En ik moet zeggen, tot op gisteren was het echt hartstikke spannend wat het nou uiteindelijk het bedrag zou worden. Gaan we vandaag bekend maken. Dat doen we door middel van het mobieltjespel. Ik wil jullie vragen om mobieltje aan te zetten, zodat iedereen mee kan doen. En ondertussen wil ik de vertegenwoordigers van de gevangeniszorg en het LCJ vragen naar voren te komen. Ja. Broeder Vianen en broeder Barendrecht. Ik ben Nico. Nico is jarig, geloof ik, vandaag. Ja. Gefeliciteerd. Oké, iedereen zijn mobiel aan? Denk het wel. Oké, ik ga even uitleggen hoe het werkt. Je krijgt straks een paar vragen te zien. Achter die vraag staan verschillende antwoorden. En achter die antwoorden staat, en onder die antwoorden staat een cijfer. Als jij denkt dat dat antwoord het goede antwoord is, toets je het cijfer in. En uiteindelijk krijg je dan een telefoonnummer. En degene die als eerste belt, die wint een prijs. Namelijk een prijzenpakket met alle actieartikelen van het afgelopen seizoen. Jij moet even laten horen nu hoe je mobiel gaat. Wie het eerste Nico aan de telefoon heeft, is dus de winnaar. Ik ben niks vergeten. Goed, we gaan beginnen. De voorbeeldvraag, die doet ook meteen mee. Wie staan hier op het podium? Is dat Pietje en Jopie, Hans en Kees of Klaas en Jantje? Tik het juiste antwoord maar in. Onderin zie je meteen al dat er een getal komt te staan en uiteindelijk komt daar het eindbedrag te staan. En dat zou ik me goed in de gaten, als ik jullie was. Iedere vraag komt weer een getal bij. Oké, dan gaan we nu naar vraag 1. Stichting Gevangenenzorg is gevestigd op Aruba, in de Bijlmer of in Zoetermeer? Tik het juiste antwoord maar in. Vraag nummer 2. Welke JV heeft een cd gemaakt voor de actie? Is dat Lutjegast, of waar het ook mag liggen? Dordrecht? Of Middelharnas. Tik maar in. Vraag 3. Hoeveel pallets toiletpapier zijn er in Alphen aan de Rijn in een kwartier verkocht? Is dat er 1, zijn dat er 12 of zijn dat er 25? Tik maar in. Vraag nummer 4. Hoe heet de actieschets voor de 16-plutje JV's van het afgelopen seizoen? Is dat prediker, is dat vrijheid of in hoger beroep? Tik het juiste antwoord maar op in je mobiel. Vraag 5. Waar gaat het LCJ de opbrengst voor inzetten? Is dat voor een knalfeest voor onze commissie?
Voor de nieuwe website of voor het onder andere het ABC van het geloof? Tik maar in. Vraag nummer 6. Waar gaat gevangenenzorg de opbrengst van vanavond van inzetten? Voor de bouw van een nieuwe gevangenis? Mensvriendelijke handboeien? Of gaan ze toch inzetten voor een kindercadeauproject? Ik zou zeggen, tik het juiste antwoord maar in. Oké, nu gaat het zo echt spannend worden, want dit is de ene laatste vraag. Na deze komt er dus nog eentje en als je dan het antwoord intikt, dan gaat het erom spannen. Dit is vraag 7. Wie van de drie personen hieronder geeft vandaag geen workshop? Is dat dominee Kok, professor Hofman of Mels Terlouw? De laatste vraag, vraag nummer 8. Hoe laat gaat morgen de wintertijd in? Is dat om 1 uur, om 2 uur of om 3 uur? Met Nico van de commissie. Hoi. Ik zou zeggen, kerel, kom maar naar voren. Het is Segerd. Ja, mag ik even een heel warm applaus voor Segerd Buitendijk. Hey jongen, bekend gezicht. Nou, je bent de winnaar. Gefeliciteerd. Het was niet mijn nummer, nee, dat zeg je goed. Je krijgt een hele zak met spullen. En daar zijn we ook weer van die troep af. Je mag wel lekker gaan zitten, jongen.